Sander Schimmelpenning. Mark Koster. Gefeliciteerd, jongen. Dit is je eerste Quote 500. Ja. En vertel eens, waarom is die anders dan anderen? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk mooier dan ooit. Kijk nou, goud, groen, rustig, klassiek eigenlijk zoals het hoort. Een hele klassieke, traditionele Quote 500. Daarnaast, ja, als we even beginnen met de lijst. Mm-hmm. De lijst die toch de basis vormt. Die is eigenlijk eerlijker, simpeler, puurder misschien wel dan ooit. Al die lijstjes die we hadden in het verleden. De buitenlandlijsten, de pipo-lijst, de huppel, de pup-lijst. We hebben alles bij elkaar gegooid. Eén lijst, de Quote 500. Is gewoon dus wie het meeste geld heeft gewonnen. Ja, eigenlijk wel. Zo is hij namelijk ook ooit bedoeld. Precies, natuurlijk, die hele Quote 500. Gevolg daarvan is, en volgens mij gaan we aan product placement doen, is dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Ja, dit verraadt het al, hè? Misschien kunnen ze ook eens adverteren. maar wat, de nieuwe nummer 1, ja, leg eens even de uit. De nieuwe nummer 1 is natuurlijk eigenlijk helemaal geen nieuwe nummer 1, maar een herintredende huisvrouw, zou je kunnen zeggen. Het is de enige erfgenaam van Freddy Heineken, mevrouw Charlene Heineken. Gefeliciteerd. Ze heeft een vermogen van 12,5 miljard en nog steeds een Nederlands paspoort. En daarmee is ze de nummer 1. Ze woont in Londen. Ze woont in Londen, ja. Hoeveel voorsprong, want dat vragen we, dat is toch een beetje het wedstrijdelement. Maxi Verstappen won dik, hè, ja. Afgelopen weekend. Hoe groot is haar voorsprong nou? Kun je dat nou eens groot. Gaan ze nooit meer redden. Niemand, klaar. Geen één Nederlander gaat ooit zo rijk worden. 12,5 miljard, nummer 2, 4. Ja, en dat zijn ook best wel oude bokken, dus die gaan het ook allemaal niet meer redden. Nee, deze mevrouw is de nummer 1 en ik ben bang dat dat nog heel lang gaat duren. Willen jullie nog meer van onze filmpjes zien? Dat doe je dan... trouwens goed zo. Ja, leuk bruggetje. Ja, heel leuk bruggetje. Dus dan moet je ergens klikken, waarschijnlijk op zijn hoofd. Hier beneden. Nog erger, daar beneden. Ja.